iets meer dan de helft van de werknemers vandaag struggelt met zijn work-life balance. 1 op 2 werknemers ondervindt problemen om die twee zaken in balans te houden. Erger nog, ongeveer 66% van de werknemers ervaart vandaag al burn-out symptomen door die verstoorde work-life balance. Dat zijn hallucinante aantallen. Misschien herken je dat wel bij jezelf, of bij een collega of een vriend. De tijd dat we leefden om te werken, die ligt achter ons. Vandaag werken we om te kunnen leven. Thuiswerk, flexibele uren, dat zijn geen luxe producten meer. Dat is vandaag een must. En dat is een must omdat we zoeken naar het antwoord: hoe vinden we die balans tussen werk en privéleven? In essentie is het antwoord daarop heel simpel. En draait daar rond tijd. Het draait rond het inzichtelijk maken en het vatbaar maken van tijd. Maar dat is nu net het moeilijke met tijd. Tijd is de meest kostbare grondstof die wij hebben. Maar ook de meest vloeie en degene die het snelst verdampt. Als je niet oplet, is die tijd zo voorbij. Werknemers die het gevoel hebben dat ze wel die controle hebben over die tijd, dat die tijd niet zomaar verdampt, die tonen veel minder van die burn-out verschijnselen. Die zijn veel gelukkiger. Die hebben veel meer controle over hun work-life balance. Het resultaat daarvan voor uw bedrijf? Een aantal zaken. Minder ziekteverzuim, minder stress op de werkvloer en veel meer engagement, een grotere inzet. Tevreden werknemers leveren een betere klantenservice. Dat wijzen verschillende onderzoeken uit. Dus het inzetten op die tevredenheid is zelfs puur vanuit een bedrijfsmatig standpunt altijd een economische goede zaak. Die werknemers die zijn ook loyaler. Iemand die tevreden is, iemand die zijn work-life balance in balans kan houden binnen jouw bedrijf, die gaan veel minder snel vertrekken. Dus ook daar weer zien we een enorme impact op het bedrijfsmatige aspect door op die work-life balance te focussen. Nu, dat is niet evident. Het antwoord is evident. Je moet de tijd managen. Maar hoe we dat doen, is moeilijk. Slimme tools die kunnen daarbij helpen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan tijdsregistratie. Werknemers die inzicht hebben in hun tijd, gaan bewuster omgaan met de tijd. Die gaan daardoor slimmere keuzes maken. Die gaan kijken waar hun tijd naartoe gaat. Ik hoor vaak bij prospects of bij klanten dat zij wel bevreesd zijn om die tijdsregistratie in te voeren. Dat zij bevreesd zijn dat dat een echte 9-to-5 mentaliteit gaat creëren. Dat mensen om 8:45 aan de prikklok staan en om 4:55 terug uitklokken. Ik ben het daar niet mee eens. Ik ben ervan overtuigd dat werknemers die inzicht hebben in hun eigen tijd, dat zelf gaan optimaliseren. Dat zij zich daar beter bij gaan voelen en dat zij met meer energie hun werk gaan uitvoeren. Ze zien waar ze die tijd verliezen. Ze zien hoe ze werk en leven in balans kunnen houden. En die bewustwording die is immens belangrijk. Flexibele werkvormen die winnen aan populariteit. De moderne prikklok die bewijst steeds vaker zijn nut. Jaren geleden hadden we nog de oude analoge prikklok, vaak in productieomgevingen. Vandaag zien wij dat meer en meer klanten evolueren naar moderne tijdsregistratie door gebruik van software. Wij zien dat als een cruciale stap om die burn-out-epidemie proactief aan te pakken. Meer inzicht in welke teams enorm hard aan het werken zijn om dan de personeelsplanning aan te passen, bijvoorbeeld. Of proactief bepaalde werknemers aanspreken op de tijd die zij presteren. Vaak is dat onzichtbaar. Vaak merken we dat te laat. Door die tijdsregistratie kunnen we proactief ingrijpen. Time is valuable. Een opvallende trend daarbij is minder werken voor meer levenskwaliteit. Bedrijven voelen dat. De vraag naar loopbaanonderbreking die gaat in stijgende lijn. Werkpatronen die veranderen dag in dag uit. 80% van de huidige werknemers vindt dat flexibel werken een must is. Het is geen optie meer, maar het is een must. Tools voor aanwezigheidsregistratie, voor afwezigheidsregistratie, zoals ProTime, die gaan daarin een cruciale rol spelen om dat te kunnen managen.
Ze helpen niet alleen bij de flexibele invulling van de tijd van uw werknemers, maar ze geven ook veel meer autonomie, inzicht en controle over die tijd. Als je kijkt naar de nieuwste generatie op de werkvloer, naar Gen Z, dan zien we dat bijna 70% van die populatie aangeeft dat ze het belangrijker vinden of prioritair vinden in de keuze van hun werkgever dat die focust op work-life balance boven het salarispakket. Dus ze verkiezen die prioriteit op work-life balance boven een hoger loon. Dat is een gigantische hoeveelheid. En dat is de nieuwe generatie die vandaag in jullie bedrijven aan het instromen is. Nu, we zien vandaag ook, als wij bevragingen doen bij werknemers binnen bedrijven, dat slechts een derde aangeeft dat ze die flexibiliteit zo ervaren. Het is dus tijd voor actie. We kunnen niet langer stilzitten. En wij geloven dat wij daarbij kunnen helpen als ProTime. Een geavanceerde tijdsregistratietool, een geavanceerde planningstool, zoals die van ProTime, die doet veel meer dan de aanwezigheid registreren. Het geeft werknemers inzicht in hun tijd, het geeft hen vrijheid, het geeft hen flexibiliteit. Het geeft ook HR, teamleaders, managers inzicht in de gepresteerde tijd. En het zorgt er dus voor dat we kunnen ingrijpen, proactief, voor het te laat is bij die werknemers met een te hoge werkdruk. Dat gaat niet alleen ten goede komen van onze productiviteit, maar ook het welzijn van onze medewerkers. We gaan echt die tijd van onze medewerkers waardevol maken. Waardevol tijd spenderen op het werk. Ga gerust een keertje naar protime.eu. Vraag een demonstratie aan. Vraag een gesprek met onze mensen aan. Zodat wij ook jouw team kunnen helpen om die tijd van uw werknemers waardevol te maken. Laat ons samenwerken aan een productievere, maar ook een gelukkigere arbeidspopulatie. Ontdek de voordelen van ProTime en van tijdsregistratie voor alle aspecten van jouw bedrijf, of je nu een leidinggevende, een teamleader, een HR-medewerker of een werknemer bent. Tot snel.